gemeente organiseert deze bijeenkomsten, omdat we het als gemeente heel belangrijk vinden dat we de vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en energietransitie graag samen met onze inwoners willen op gaan lossen. Mensen zijn over het algemeen heel enthousiast over de manier waarop de beurs is opgezet. Er is veel tijd voor ze, kunnen goed het gesprek aangaan, krijgen antwoord op de vragen die zij hebben. We horen kritische geluiden, we horen ook mensen die al heel erg over het onderwerp hebben nagedacht. En dat in de toekomst ook met ons willen gaan doen. Dus we zien veel enthousiasme om met ons mee te gaan denken over plannen die we willen maken. Verduurzamen lijkt een hele grote klus, maar het begint met heel veel kleine stapjes. En als iemand anders jou kan helpen om keuze te maken, wat is belangrijk, wat helpt, wat is economisch interessant, dan kan dat jou helpen om je eigen stappenplan te gaan maken. Dat bieden we aan. We gaan met in gesprek met het doel om zelf meer informatie te krijgen over hoe ze daarmee bezig zijn. En andersom met hen het gesprek te starten over van wat moeten ze nog doen, wat willen ze nog doen. En kloppen hun aannames over hoe ze hun huis gaan verwarmen wel. En dat is eigenlijk het begin van het plan wat we samen met de inwoners gaan maken. Als we hier weggaan, dan hoop ik echt dat ze de mensen hun tuin wat meer gaan vergroenen. En dat ze de tips die we vandaag gegeven hebben echt ter harte nemen. Het gaat over hun eigen leefomgeving en hun eigen woning. En we zullen daar samen oplossingen voor moeten bedenken en een plan moeten maken. En daarom vinden we het zo belangrijk om dat met hun samen te doen.